welkom bij de Binding of Isaac Afterbirth Plus. Waarbij we nog eens een Maggie Run gaan proberen. En hopelijk krijgen we gewoon een... I like it. Dit is, eerlijk, een van mijn favoriete items. Omdat alles door een vriendelijk spinnetje zoals je geslagen hoe gooi. En, ja, kom op. Kijk, ook dat, zeg maar, als je dan eens zo'n beetje verslaat, dan is gelijk een blauw spinnetje. Dat is gewoon... Ja, ik ben een groot fan van Move Station, dat heb ik eerlijk toe. Bad guess. Bad guess. We gaan gewoon naar hier beneden. Weer een grote ruimte, waarschijnlijk wordt het verkeerd uitgemaakt. Weer een spin. Gokje, het gaat misschien Widow zijn of... Heb ik eigenlijk... Ik heb Burning Basement heb ik nog niet unlocked, is het wel? Ik weet niet wie dat doet. Voordeel is als je straks genoeg snijf en schade hebt, dan ga je vanzelf een spinnenleger creëren. En dat ik kom met jou af voor alles, zeg maar. Hoef je ruimte alleen maar binnen te lopen en dan is van, oh hey, daaah. Maar nogmaals, dan moet je ook wel genoeg schade hebben. Ik heb geen bom, dus ook al vind ik de Tinted Rock, daar heeft geen zin. Wat raar is, ook eens, ik was al met een Maggie Run begonnen. Toen besefte ik dat mijn item description niet aan stond. Dus wat deed ik? Ik deed mijn item description aanzetten. Via de mod menu. En wat blijkt tot mijn grote verbazing? Schijnbaar vindt het modmenu dat niet leuk. Oh nee, waarom die reset? Ik had in één keer geen run meer. Het tweede is dat hij niet mijn winstreak gereset heeft, want dat stond nog steeds op 2 zoals jullie zagen net. Wat eigenlijk technisch gezien heel raar is. Want als ik al een afgebroken run beschouwd, zou je niet zeggen dat het geen boy. Die zal ik aankomen. Zou ik moeten checken, ja, nee, dat dat moet iets anders zijn dan jongens, dat is gewoon 0 of min 1. Zou ik dan min 1, nee, dat zou wel zijn dan, denk ik. Ik weet niet, want je kunt ook een loose streak hebben, geloof me. Als het ooit zo ver komt dat we de los gaan doen, dan... Nog niet super ideaal, maar holy shit. Maggie voelt ook gewoon traag aan, moet ik eerlijk zeggen. Traag. Oké. Had ik wel... Nee. Oh, kom op. Wees een goed item. Wees een goed item. Maar redelijk. Nogmaals, er zijn maar een paar slechte items in Isaac. Of hij zegt, nou... Weet je wat? Dat had eigenlijk nooit geen item moeten zijn. Ik zit te denken aan...
Sorry. Dit is een kutruimte als Maggie en waar gaat de Belleville? Er is ook al volgend gelijk weer naar de boot. Dat vind ik een rotter geweest. Some guards. Ik heb een bom, dus ik kan dit doen. Trouble, is dat Reader's Will? Ja, nee, dat gaan we niet gebruiken. Al wel. Nee, want Jim Hart gebruik ik. Ja, Jim Hart gebruik ik ook genoeg. Oh. What the fuck? Oh, come on. Echt. Oh, hallo. Die vliegjes duwden de dingetje weg van mij. Het hartje. Ah, niet. Ik zou echt gesporen hebben dat ik wel was. Pim! Hallo, Pim. Ik wil het zeggen, ik ga zo meteen nog een moeilijke... Go on. Beat die odds, alsjeblieft. Moet ik wel niet geraakt worden door Pim, want het spel is tijd lang. Fijn, fijn, top, echt. Ja, geweldig, joh. Helemaal fijn. Hè, pak je Pim. Shot speed op. Nou. Dat is iets. Ik heb een jong hart, dus het heeft misschien wel nut om onder de ruimtes te gaan. Denk ik. Hoe heb ik mazzel? Nope. Heb ik mazzel? Nope. Rip hartje. Ah, man, nee, want dan had ik hem sowieso niet gehad. Ik wou zeggen, ik had deze eerder moeten doorkijken. Nee, maar dan had ik sowieso ook Red Hearts damage gehad. En dan was het sowieso ook niet geld geweest. Dus dat had niks veranderd aan de Delta Duel. Nou ja, tenzij ik misschien hem met 36% wel gehaald had en met 1% wat ik uiteindelijk had. Maar goed, dat was het leren voor, zullen we zeggen. Maar ja. Een bommetje en een centje en hartjes. Ik heb het idee dat het chip gaat zijn. Welke mis ik nog om... Damn it. Dit is echt zo'n situatie dat ik denk van, ja, ik moet echt nog een speed up hebben. Want Maggie is zo traag, soms. Kom op, ik was ook echt maar focus op één ding. Nou, daar gaat het wel op duur waarschijnlijk. Weet je, ik ga ook zo meteen komen gelijk. Doe dat deal op de botfight. Dan maar hopen dat het gewoon gelijk goed komt. Hopelijk. Super hier? Nope. Super secret hier? Nope. Pestilence! Oh, fuck you, Pestilence! Meer fuck you mezelf. Dat doe ik echt mezelf van. Oh, mijn kant, ik krijg er wel een mooie orbital bij. Vol damages of eh.
op YouTube. Kunnen we dat mods verslaan met alsjeblieft voor 1% van dat deel? Echt, ik zou er een mod voor doen. Vliegmod. Kom op, ik heb daar geen goed dan. Nee. Helaas. Ach ja, hoop op mod, tot uit. Damn it. Sorry. Oh mijn god. Oké. Okay. Dat is toch toevallig mag gewoon weg doen. Nee. Je kijkt nog iets over jullie. Dat is heel slecht bezig. Echt serieus. Ik zie die TNT hier staan en ik loop alsnog gewoon er in. Ik had overigens echt verwacht dat het chat zou gaan. Of Chub, sorry. Nee. Deze vijanden zijn echt zwaar getest voor onze vrolijke Maggie. Oh, kom op. Echt serieus, het lijkt wel op van... Man, serieus. Oh nee. Niet bom vliegen, niet bom vliegen. Jesus. Er wordt een beetje close to comfort. The moon, secret room. Dat is op zich wel fijn. Wat was dit? Wel een som. Som. Ja, dat is echt. Oh wel. Nee, want dat vervangt. Oh man. Oeh. Ah, en ik heb geen bom. Hier word ik zuur om. Hou me hoog. Echt. Ik weet nou al dat dit waarschijnlijk gewoon weer onder noemen gaat. Weer geen Maggie. Dat kan nog veranderen hoor. Ik bedoel, als ik de volgende floor een damage up krijg, dan. Dan denk ik wel dat dat. Goed gaat komen, maar. Het moet ook echt wel nieuw gaan komen. Het kan niet echt heel lang meer wachten. Voordat het zo meteen te laat is. Ik wil speed up en damage hebben ook sowieso nodig. En ik ga hier met de nieuwe police ervan op. Deze ruimte. Dat valt me niet mee. Dat valt me niet tegen. Sorry. Deze ruimte dan. Voorlopig. Jesus. Het is ook heel erg vast. Oh nee. Kom op. Maak hem op. Een bom, yay. Bas? Nee, oh shit. Man.
Ik zou toch eens graag... ook echt... Infamie of zo willen hebben, of whatever. Want... oh. Kak. Ah ja, tuurlijk. En dan komt gelijk na deze ruimte, komt de baas. Die zal ik wel... zonder dat ik maar een hit raak, die zal ik hem wel... slaan. Oh, ah, hoi, Kirby. Ik weet niet of... Oh my god. Hoe kan men met die tijd pikken? Kom op, beat the ox, beat the ox, beat the ox. Oh nee. But the odds are heavily against me now. Oh, misschien niet. Yes, Devilfield, dank je, gelukkig. Dank je, Krampus zult volgens haar een heel slecht item of whatever. Misschien heb ik hem als, misschien kijk ik hem op een angel deal van de floor. Ik zweer trouwens echt op Infestation 2, dus normaal is echt veel. Ah, je ziet het wel. Het helpt wel. Oh ja, nee, zo traag. Als ik... Oh mijn god. Serieus. Ik weet wel dat dat... Holy hell. Allemaal spinnetjes. Ik denk als je het gaat opnemen dan mijn spinnen meer vijanden gedood hebben dan wat ik het gedaan heb. Serieus, dat... dat is gewoon niet normaal. Kom op. Kom op, Larry Jr. We don't want any more Larry Jr's. Een centje. Waar ik helemaal niks aan heb. Oh, fuck! Oh ja, tuurlijk, yay! Nou, ik kan het in principe wel van doen. Cool. Really? Op zich.
Ik heb wel meer. Ik heb nog steeds geen. Auw. Ik heb wel meer gezondheid uitgehaald. Iets meer vol. Nee? Positief komt kijken, zullen we zeggen. Waar is mijn achtergrond? Safety sounds obstacle. Nee. Oh, PhD. PhD is goed. Hopelijk. Nee, dan neem jou mee. Goede ruimte om het te gebruiken. Ik had geen zin in Greed, sorry. Oké. Nee, we gaan gewoon naar de volgende. Oh man, moet je kijken hoe lang dit nu al bezig is, omdat Maggie zo graag is. Ik moet echt. Weet je, mijn speed-up maakt het niet eens zo heel veel meer uit. Wheel of Fortune. Kom op, pilletjes. Jesus. Pillages. Bommetjes. Oh. Zo traag. Holy shit, er zit een vertraging op de lijn op dit moment. Moet ik maar zeggen. Ah, deze ruimte moet denken aan die ruimte die we gisteren gehad hebben. Die ruimte was gisteren. Dus dan met die. Idioot veel van die maskers en die dingen. Dat was echt gewoon. Dat was niet leuk. Dat was ook gewoon echt. Dat is nou een ruimte waarvan ik zeg ja, hoppeltje. Serieus. Dat zijn gewoon niet de leuke ruimtes. Niet dat er überhaupt leuke ruimtes tussen zetten, maar. Weet je, nou zul je zien dat ik waarschijnlijk zo meteen bij baas kom, die geen red hard damage oploop en niet een angel op de delft die mag. Zul je altijd zien. Oh, misschien moet ik niet hard roepen. Kleine poepjes nog eraan. Waarom zit er een vertraging op de lijn? Dat stimmt niet. Trollbom. Nou, het was misschien wel een ongelukje, maar ik wilde hem zo een beetje. Oeh, dat is best te dichtbij. Je moet mijn orbital niet vergeten. Nee. Dan hopen. Explosive diarrhea. Waarom zou ik dat in godsnaam als goede bom? Ah, fuck you. Dat was tragisch. Maar goed.
takjes. Zorg takjes. Dat ik een centje erin gooi en dat ik een bom plaats. Dat is tragiek die je nooit zult terugwinnen. Ik probeer ook een beetje mijn Really? Ah, ik had toch niet gemerkt dat het een beetje was. De Greedheads, grappig feitje. Als ze schieten moet je eigenlijk niet bewegen. Want weet het? Ze schieten om je heen. Oh, fuck you. Van alle baas die ik kan krijgen. Kies je voor adversary? Oh, op. Oh, op. Oh, op. Oh, mijn god. Ah, thuis komt mijn interview. Oh mijn god, serieus, fuck you. Adversary, ik haat jou. Waar heb ik geen reet aan? Oh my god. Ik wil fijn dat mijn shot speed omhoog is, maar... Misschien mijn echte speed is omhoog helpen. In plaats van deze shit. Oh god, echt serieus. Ja, zo, ik heb dat wel uit mijn hoofd nog zeker. Je zou erbij gewoon pas op worden. Ja, dat moet hier zitten die. Nee, super secrets. Baas? Nee. Iets dat ik nee. Fijn. Oh joy, dit is nog leuker. Kom op. De item heads doen. What the fuck? Was het in mijn. Oh mijn god, ik ben ook gewoon echt. Oeh, dankjewel. Laten we kijken wat dit is. Een reroll room. Oh boy. Ik weet dat ik hier spijt van ga krijgen dat ik de tik genomen heb, maar... Ik denk dat ik die reroll room ga gebruiken. Ik denk dat ik die rerolling ga gebruiken. Het is heel riskant. Want ik kan ook verkeerd uitpakken. Maar ik denk dat het risico waard is. Absoluut. Absoluut. Kom hier om. Om te kijken of er iets te maken valt van nou, wat dit ook mag zijn. Zou dit niet meer blij junior zijn of zo, weet je niet. Die aan het oefenen zijn om als slang samen te werken uiteindelijk. Kom op! Oh mijn god, serieus. Wat is dit? What is this even? Hoi.
Sure. Ik bedoel, het heeft geen echte, toch geen echte kwaad, zou ik zeggen, toch? Net zoals dit. Oh mijn god, dit is zo een risico. Haha, I won. Voor die ene keer dat ik er een keer win. Oh, hey, dit is exact hetzelfde. Ja, zoals dat ik er straks had. Ik vind het ook wel weer fijn dat dit diezelfde ruimte mij gewoon weer een horror uit. Aan de andere kant, daar staat het me wel vrij om naar dingen te gaan, naar die andere ruimte. Niet de sacrifice room. De sacrifice room is de ruimte met die spuikjes in het midden, zeg maar. In het midden, zo. So. Kun je merken dat ik niet geslapen heb vannacht? Of bijna niet? Nee, dat dacht ik wel. Maar ik ben echt lekker fris en verkuiten, dus dat helpt de situatie wel. Oké, kom op, fris afkuiken. Moet je ook hebben. Kom op, fris afkuiken. Oh, trollbom. Niks. Oh, gooi mijn little hond. Jammer, dus ik kan niet echt little hond. Nee, dat dacht ik al, dat zou ik doen, helaas. Dat risico zat erin. Dat wist ik wel zo, wat ik zeg. Ik wist dat de kans erin zat. Maar goed, daar valt ook niks aan te veranderen. Ik kan ook nog steeds niet geloven dat ik de tik genomen heb. De tik is echt gewoon, ik weet dat het van heel veel mensen niet hun favoriete item is. Maar ik heb echt zoiets van, ja maar luister, 15% van de gezondheid van de baas had. Wel is 15% minder kans dat terwijl ik op al aan het schieten ben, de baas wordt. Ah, dat is van heel hard. Nou, dat was wel echt heel tragisch, dat van mij. Ik had het gewoon echt niet door. Oh man, dat is echt gewoon dom voor mij geweest. Nou ja. Het zal niet laatst komen zijn dat ik het absoluut niet. Zoals zo gezegd. Gewoon. Ik was laat als ik thuis werk. Kom op, geef iets beters. Ik ben niet zo fan van de damage down, maar... Range up. Range up. Kom op, geef me champions belt of zo. Cultures twice we use. Dit zou in combinatie met Jumhart een hele goede combinatie zijn. Ja.
speed op. Sorry dat ik zeg. Ik weet dat het qua damage echt wel een downgrade is, maar oh mijn god, wat wil ik graag die speed op hebben. Nog één minuutje? Oh boy. Ik weet het. Het feit dat ik waarschijnlijk met een goede pas op nou en ja. Oh nee, ik heb nog. Oh, fucking handige Harry dat je bent. Oh, dom. Lekker een handig Harry dat je bent. Ik zat te denken dat ik al een beetje nu shot. Oké, nou heb ik hem sowieso 15, dus ik mag het ook op uit. Jesus fucking. Oh mijn god. Echt serieus. Dat was echt zo'n domheid. Ik zou trouwens wel graag. Het zou mooi zijn als het op volgende zou zijn of zo. In de postruimte. Want dat. Dat zou het geheel wel mooi erom brengen qua schade, zeg maar. Ik zou gewoon graag meer scharen. Oh kijk, er geeft geen lucht in. Hallo? Hallo? Speed up, speed. Tijd goed. En nog twee muntjes. Eindelijk heeft. Wat ik zeg, eigenlijk als ik nou een. Nou, dingen zou ik te pakken krijgen, damage up, of iets dergelijks. Dan denk ik dat het goed zit. Ik wil een bom. Nee, stop met... Oh, fuck you. Sorry. Oh, kom op, ik kan. Kom jij nou hier naartoe? Oké, mooi. Nu moet ik wachten tot het creep weg is. Zodat dat hij dan op deze kant komt. Nee, dat niet. Mooi. Oké, van een bom. Twee diep strijken. Maar goed. Hij staat op de one. Experiment. Yep. Waar ik de man mega moet kiezen. Een hartje. Oh boy. Ik wil deze opblazen namelijk. En die. Ja, misschien krijg ik nog wat bommen van de baas. Of in de. Huh. Waar ligt die bom daar? Ik weet dat hij hier op een. Niet deze, maar de volgende gaan. Dat hij op een vrij onbereikbare plek ligt. Maar.
days ago. Let's keep over. Yeah, damn it. Okay, fuck you! Ik was vergeten dat bloot ook naar beneden schoot. En het is ook een champion bloot. Had wel een champion bloot gegeven, dan had ik met alles. Oeh, fuck. Auw. Jesus fucking Christ, sir. Champion Bloat is echt een eikel. Auw. Oh my god, serieus. Fucking eikel. Oh, tuurlijk. What the fuck, hij spawnt ook nog beestjes? Oh, nee. Dit kan echt niet het einde zijn van deze run. Ik zweer het, echt nee. Dat weiger ik gewoon. Ik weet dat het is gevaar. What the fuck, waarom? Echt serieus? 5 miljoen van die klote wormpjes? Fucking bloot. Ik had vergeten dat ik even voorhouden. Damage shot, dat is in ieder geval wel iets, dat is mooi. Maar ik had toch graag een bom gehad. Nee, het is niet anders. Het is gewoon niet anders. Cursor van mij is natuurlijk fijn. Kom op. Oh, kom op! Oh man, ik ben slecht bezig. Ik geef het griffen eerlijk toe. Pheromones. Maar man, het gaat toch niet. What the fuck met die turrets? Wat op met die key? Het is hetzelfde verhaal als gisteren met die maskers op. Wat was het? Boom 2 of zo. Iedere ruimte zo'n turret? Oh mijn god, laat het alsjeblieft niet zo zijn. Dit is een heel fijne heet. Dit. Contagion zou de redding van de run kunnen betekenen. Zou het kunnen zijn. Hup. Waarom? Ik vergeet al dat die champion doos. Wat die. Hoi. Kan ik jou een health upgrade krijgen? Zou ik heel fijn vinden. Ik schrijf al. Kijk nou. Weer een ruimte met turrets. Kunnen we ook gewoon niet een ruimte met turrets krijgen misschien? Gewoon zeg maar. Want waarom blijf ik nou zo laf op afstand schieten? Want ik heb echt geen zin omdat ik hey, ik ben een vloed laat, vriend. Turrets? Nee. Chat. Oh, ik
heeft ook invloed op de vehicles, zie ik. Dan vraag ik mij af of het feit dat chat, whatever het ook alweer is, hier is. Of dat betekent dat, wat wil ik zeggen? Dat winkel sowieso een winkel is en geen iets. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Een van de twee zal het nog wel bijna al zijn, kan ik zeggen. Nou, er is nog eentje, kan ik zeggen. Zoveel keuze, zoveel ruimte. Dit is de sacrifice room, dat heeft geen nut. Pas op dat je die soldiers niet kan gebruiken, deze is niet zo erg. Dit heeft natuurlijk niet gedaan geworden door de homing gears. Wat is er met mijn range gebeurd, jongens? Kijk eens wat Contagion doet. Damn it. Ik haat turrets. Oh, fijn. Serieus, fijn. Heel fijn. Heel blij ermee. Zo blij ermee. Serieus. Blijste van allemaal ermee. Oh shit. Oh boy. Oh, Contagion. Oh wow. Dus twee, hè? Ja. Wat gaan we niet doen, hè? We gaan maar niet naar de baas. We gaan eerst eens even kijken. Ik heb overigens ook echt gewoon geen geluk dat er ook maar enigszins een dingetje naar beneden komt, hè? Een pil. Ah, maar ik kan natuurlijk ook. What the fuck? Weer een turret. Fuck you, turret. Sure. Oh nee, ik was de deur uit en de kussen verlezen precies waar ik uitliep. Hoe durven ze? Dat is echt gemeen. Nou, kussen verlezen is niet de meest vervelende deur. Ik kan dat nog altijd, ik denk kussen of the blind. Want, zoals gezegd, kijk nou. Oh, kom op, het was de bedoeling dat je zo'n kop bij. Oh. Misschien ook mazzel dat een eentje op die respons. Dat is wel fijn. Dammit. Oké, okay. Oh. Kom op. Isaac. Now, come on, Contagion. You need to pull through now. I think of Contagion machine. Ow. Eén keer per ruimte te werken zo. Maar wat ik zeg, dit ziet er al. Een 1 extra damage up zou mooi zijn. Maar.
ik zie het niet als een must, zeg maar. Het is... Want qua HP, speed, shot speed, damage is nog niet echt wat ik zeg. Damage is het enige waarvan ik zeg, nou, daar zou ik nog wel wat meer van hebben. Eigenlijk. Stiekem, klein beetje. Dat geldt dus weer aardig. Op jacht naar een bom zijn. Kan ik deze bewaren? Ik denk niet, maar goed. Kom op, kom op, kom op, kom. Oep. Oké. Kom op. Ah, wat zou ik echt alles over hebben voor een mooie damage upgrade. Nee, ik weet ook niet waarvoor ik zou moeten spelen. Ik krijg natuurlijk sowieso nog wel twee boss items, maar met een beetje pech worden het geen damage up items. Ik denk ook buiten een arcade dat ik verder niks te zoeken heb. Ja, een bom voor die spiegel. Oeh, fuck. Ja. Oké. Okay. Oh, dat was misschien wel een beetje te enthousiast. Een B. Ah, een bom. Ze hebben me gehoord. Even kijken. Ja, deze is wel goed. Something's wrong and explode. Nee, ik geef maar something wrong dan maar gewoon. Echt serieus, wat een scheidpul. Sorry, zo terug. Oeh boy. Ik was bijna te enthousiast in de. In de raam te lopen. Sure. Hallo Bob's Brain! Ah, Bob's Brain in combinatie met... Ah man, dit gaat geweldig zijn! Bob's Brain en Contagion! Dag iedereen! Serieus, Bob's Brain en Contagion kan gewoon echt... fataal zijn voor alles en iedereen dat dat ook maar enigszins pretendeert een baas te zijn. En dat in combinatie met met Dick Jesus. Oh man, ik heb echt geen spijt van. Dat heb ik nou alsnog Explosive Diarrhea opgepikt. Serieus, heb ik nou alsnog? Nou is het wel something wrong. Klaar. Ik denk dat het komt omdat ik keek naar de item description. En de item description is bij de huidige dingen. Auw. De huidige. Oké. Okay. Oeh. Telepills. Telepills. Oh man, dat was gewoon slecht dodge. Oh boy. Dat is nog slecht dodge. Oh mijn god. Ik ben echt een beetje retard, denk ik. Stiekem. Ik snap dat mensen een hekel hebben aan Bob's Brain, maar
Sinds die ene keer met Kane. Oh mijn god, wat doe je? Oké. Dit is all too close for comfort. Oké. Nou kan ik rustig om gemak jullie af gaan maken. Oh. Waar zijn ze? Daar zijn ze. Daar zijn ze alweer weg. Dank je. Ah, wachtdag. Dat is de een, waar is die andere? Daar. Dank je, Spin. Dank je, Trollbom. Ik ben niet bang voor hem. Oh man. Fog, Drain en Contagion zijn een geweldige combinatie. Serieus. Ga ik hier een bom voor opofferen? Nee. Kom op. Oh man. Fucking Bob's Brain. Oh hey. Waar wilde ik een bom voor op gaan offeren? Nee, dat gaat niet helpen. Weet je wat? Oh. Waar is die gebleven, die hagelas? Oh, kijk, dat bedoel ik. Oké, kom. Oh man. Solex is echt. Dus Solex is geen moeilijke baas, maar Solex heeft maar één kwetsbaar punt. En dat is een beetje zijn. Dat moet ik maar zeggen ook. Oh, dat doe ik helemaal zelf. Kom op. Dan kan ik Bob's Brain niet voor volgen. Haha. Ah, oh, en dan gaat mijn shot speed nog verder op. Temperance. Sure, want ik heb toch. Ik ga hem niet helemaal wegmelken, want dan ben ik dood. En dat willen we niet. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon lekker verder naar beneden. Splash. Okidokie. Wat zou ik nou graag een Emperor Card hebben opgepakt? Man, het maakt me niet uit dat de Devil Deal naar de klote is, wat ben jij? Game Kids. Ja, nou, dan zetten we niet wat we gaan doneren. We gaan doneren, kijken wat we eruit halen. Ah, net geen 100. Gaat daarboven? Ja, daarboven gaan die dingen ook open. Oep. Snel even langs sneaken. Ik hoop dat GameKit is de tijdelijke
Dat is zeg maar de je hebt dat wat ik net had, zo'n power pill. En daar feitelijk Game Kit eigenlijk een beetje de item versie van, zullen we maar zeggen. Niet helemaal hoor, want ik denk dat bijvoorbeeld power pill is wel iets krachtiger als Game Kit, denk ik. Zeg ik nou wel, maar dat weet ik niet zeker. Holy fucking shit. Auw. Stil blijven staan alsjeblieft. Run, 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 run. Oh, kom op. Oh man. Kijk, van deze kan het dus wel gewoon goed doen, maar... Holy shit, heb ik soms bij lopen. Nou, wat dat is raar. Die ene grote groep, die deed net alsof die... alsof die nog Oh nee, niet Blastoids. Oh, ik wist dat het gevaar was van de Blastoids. Iedereen is besmet. Wachtje, kom op. Oh wacht, ik heb gewoon een fucking partij hier. Woep. Gulp. Kom op, baas de baas. Kom op, ik weet dat je het bent. Dat was het, dat was het. Mooi. Oké, wat gaan we... Voilà, wat gaan we zien in deze ruimte. Oké, ha! Ik laat dit gewoon lekker allemaal afwerken. In combinatie met wellicht Bob's Brain zometeen, dat is echt serieus. Ik bedoel, ik heb via Bob's Brain wel wat gezondheid verloren, maar Hangman zou goed zijn als ik iets tegenkom wat wat op een plek zit waar ik niet bij kan. Hangman geeft je gewoon eigenlijk gewoon flight voor 1k. Volgens mij stond dat ook gewoon op de kaart, maar ik leg gewoon kaartdingen uit, sorry. Don't blame me. Pheromones. Volle gezondheid, volle dingen. Wacht even tot Bob's Brain terugkomt, want ik wil wel Bob's Brain hebben voor Mom's Hart. Dankje. Kijk, dan had ik gehoopt dat dat zou gebeuren. Oh boy. Misschien moet verstandig geen kwaad zeggen. Misschien verstandig om eventjes op te letten. Maar het is nog steeds onder invloed van Contagion, hè? Vergeet het niet. Dus... Yay! Ah ja, dat is waar. Ik vergeet dat het nog steeds niet unlocked is. Het feit dat je kunt kiezen tussen andere karakters en of tenminste karakters niet van andere plaatsen waar je naartoe kan gaan. Het is permanent, is het unlocked op een gegeven moment. En ik denk nou nog net niet hoor, ik denk dat er nog eentje is. Wat is dit? Is het Fetus? Ja, dat is Dr. Fetus. Dr. Fetus. A fetus in a jar.
demo man. Oké. Nou, dat was hem weer voor deze keer. En dan zeg ik tot de volgende keer.